Dr. Hans Beekmans, wij zijn hier bij een teststraat, normaal gesproken voor COVID. Ja, voor COVID-testen. Ja. COVID-testen. En vandaag hebben we een andere testdag. Ja. Ik heb hier in mijn hand drie testuitslagen. Mijn eigen testuitslag die laat zien C. Ja. Dan hebben we een testuitslag van een andere persoon die laat zien IgG. En één persoon laat zien IgM. Ja. Ik heb gekregen het gele boekje, het vaccinatieboekje. Ja. En daar staat, hè, dus ik heb geen antistoffen in mijn lichaam. Correct. U heeft geen antistoffen in mijn lichaam aangetroffen. Nee, u bent niet ziek geweest. Ik ben niet ziek geweest. Nee, u leeft al een jaar in de COVID-wereld. En ik knuffel iedereen, ik geef iedereen handen. Ja. Ik ben niet ziek geweest. En sterker nog, ik omhels iedereen, ook als ze een snotneus hebben. Okay. Kinderen, ouderen, maakt niet uit. Ja. En... wat eigenlijk zou ik, als de ziekte mij kan raken, dan zou ik nu antistoffen moeten hebben. Dan was ik misschien niet ziek geweest, maar als ik antistoffen heb, dan... Nou, oké, deze 200 dagen. Op een veel lager niveau, waarschijnlijk veel langer. Ja. Dat laat ik liever aan virologen en immunologen over. Dat gaan wij vragen aan de virologen van het OMT. Waarschijnlijk kun je bij de bloedbank terecht, meneer De Jong, die weet er veel van. Waarschijnlijk meneer Van Dissel kan er wel wat van zeggen. Dan heb je meneer Kapel en er zijn tientallen testkundigen. We gaan het aan diverse virologen zullen we dit gaan vragen, naar aanleiding van onze testresultaten. Maar het is opmerkelijk. Het is opmerkelijk, omdat wat ook grappig was, we vroegen mensen hun bloedgroep. Ja? En dat bijna de helft van de mensen die geen metingen hadden op de antilichamen, waren bloedgroep O. Heel in het begin is daar nog wel eens eventjes een opmerking over gemaakt in de... zeg maar in de hulp. Is het nu zo dat mensen die alleen dat controlestreepje hebben, dat die eigenlijk geen COVID kunnen krijgen? Durven we dat te concluderen? Nou, je zou na een jaar COVID kunnen concluderen... Wat een verschrikkelijk dodelijke ziekte is, want we hebben de hele wereld op slot moeten zetten daarvoor. Ja, kijk, men zei iedereen kan het krijgen. En ik denk ook dat het waar is. Want je kunt ondanks mondmaskertjes en ondanks medische mondmaskertjes... en ondanks isolatie toch niet voorkomen dat dat virus door de lucht gaat, kun je zeggen dat iedereen is eigenlijk wel min of meer blootgesteld in dat jaar aan COVID. Ja, net zoals influenza, eigenlijk dat waart overal rond. Ja, dus is het opmerkelijk om te zien dat mensen helemaal niet reageren. En het is interessant om te kijken wat is daar nou precies aan de hand. Ligt het aan hun voeding? Ligt het aan hun immuunsysteem? Zijn hun T-lymfocyten anders georiënteerd? Wat zijn T-lymfocyten? En de reden dat ik ben begonnen daarmee is om mensen een gevoel van veiligheid te geven in deze turbulente tijden. En ik heb gemerkt dat het meten is weten. Dus als je naar je oma ging en je had geen virus, dan voelde je je veilig. Als je ziek was en je zag ik heb een IgG, dan weet je ik ben besmet, ik blijf thuis. Maar van deze groep, die niet ziek zijn, die geen antistoffen hebben, weet je ook, we kunnen gewoon bij elkaar zitten. We kunnen in een vliegtuig, we kunnen in een restaurant, we kunnen naar een filmzaal. Want dit zijn veilige mensen. Ja. En dit testje met die C zonder die IgG, IgM en zelfs deze test wil zeggen... kijk, deze mensen zijn nu gezond, hebben antistoffen, die kunnen ook naar buiten. Ja. Dus deze drie testen tonen aan... dat we hoeven niet gevaccineerd te worden. En we kunnen met elkaar omgaan zonder al die rare maatregelen die onze vrijheid beperken. Dit is goed nieuws voor de nieuwe regering. Nou, ik denk het zeker. Want ik denk dat mevrouw Kaag en de meneer Rutte, die zich nog nooit heeft laten testen, kan beamen dat het de resultaten zijn dat het een nieuwe omgangsvorm kan zijn. Met elkaar omgaan en
wat meneer Baudet ook zegt, laten we de zwakken en de zieken beschermen. Precies. En laten we ook zorgen dat ze een lifestyle krijgen, waardoor ze in deze groep gaan komen. Dus ik denk dat echt dit moment heel mooi is voor de totale gezondheidszorg. Ja. Ik hoop dat meneer Rutte dit interview kijkt. En meneer de Jonge. We zullen hem een brief sturen. Ja. En meneer Van Dissel. Ja. Bedankt. Hartelijk dank. Ik mag geen hand geven, want ik ben immuun. Ja. Dank u wel. Omdat ik gewoon de kans heb gehad om heel veel jaren met prachtig trainingsmateriaal aan mezelf te werken. De AVTA-training. Sven Hulleman is gewoon een, ik zie hem als een wizard. Ja, dat is iemand die gewoon alles voelt en alles snapt. Maar hij komt wel duidelijk uit een stukje elite. En hij heeft vrienden in de elite. Nee, ik wil niet gedaan, maar ik wil wel doen. De school schoolt er wel van dat wij dit niet doen. Oké, okay, nou. Wil je nog even herhalen wat je van Karin staat erbij. Het linkje staat erbij. Wat zeg je? Lees zelf het artikel, het linkje staat erbij op dat bedrijf. Dat ze bijvoorbeeld dat ze Ritalin promoten, dat stond in de informatiebrief hier. Inderdaad, en dat de zelfmoord koningin ook. Daar is al een rectificatie op geweest en alles. Volgens haar, volgens de informatiebrief die hier uitgedeeld is, promoot dat niet alleen, maar dat mag dus afblijven omdat ik inderdaad promoot. En die zelfmoordkoningin is een rectificatie op geweest en alles? Ja, over de krant die dat gepubliceerd heeft. Ja. Dus, ja, wat leuk om aan te halen, maar er is al een rectificatie op geweest. Nee. En dat zonder een rechtszaak. En in ieder geval geen 7 jaar. Maar eerst zeg je dus dat het zijn zelfmoordkoningin is? Kom, dat wil ik wel even hebben dan, kom op. Ah. Hier ben ik voor gekomen mede om dit te horen van de Scientoloog zelf. Ik ben echt ontzettend, kom op. Je kon het net zeggen, zeg het nu. Je gaat heel de wereld over, echt. Oh, dat is grisbier. Je wordt echt bekend gewoon. YouTube? Ja, je wordt bekend. Vind je het goed? Mag dat? Ik vind dat jullie hele mooie maskers op hebben. Ja, maar wat vind je van Karin? We hebben nog geen over. Karin ken ik niet. Okay, maar je weet wel dat ze de zelfmoordkoningin van Nederland is. Dat zeg jij. Europa. Nee, dat zeg jij net. Je zei net dat het in de krant stond. Juist. Die is gerectificeerd. Oké. Ja, maar net zei jij dat het is. Ja, dat zeggen jullie. Oh. Dus dat we er geen opname van hebben. Dus als het opgenomen is, dan ga ik het liegen. Is dat nou de manier van Scientology? Want ze zijn zo ethisch en eerlijk. De ethischste groep mensen op de wereld. Ja. Als je ethisch bent, ben je toch eerlijk? Die liegen zolang er geen camera bij is. Komt er een camera bij, gaan ze een beetje... Nee, niet zo meteen lang is, want er is een camera. Ja, dat doe je wel. Ja. Nee. Ah, kom op. Je kan het toch nog wel een keertje zeggen. Ja, ik begrijp nu waarom het zo moeilijk is om te communiceren met zijn collega's. Met een masker op. En die staan ook nog met een camera op. Ja. Dus en we willen eens uitspraak van je die je net al gedaan hebt. Net zei je. Net die van Rijs stond er ook met een camera voor. Dat is er zelf moeten doen. Dat stond in een krant. Dat, ja, maar jij haalde dat zonder de krant te aan te halen. Ik zei dat het in een krant stond. En wat zei hij dat net? Ja. Nee, de volgorde was andersom. Eerst zei je, Karin van Spijk, dat is de zelfmoordkoningin van Nederland. Later kom je daarop terug. Maar dat ontken je nu weer. De Daily News? De Daily Telegraaf. De Daily Star inderdaad. Volgens mij is hij net zo betrouwbaar als onze Telegraaf. Nee, de Telegraaf is beter. Dit is echt gewoon het putje van Engeland. Ja, maar Engelse kranten zijn sowieso echt druk. Al die gratis dingen, 50% alleen maar robbels over beroepen. Ja, dat is familie Beckham. Maar Karin van Spijk dus, zijn door haar afval heen gegaan. Ze hebben dus voor haar deur staan posten. Ze hebben haar gebeld meerdere keren, nog meerdere keren. Daarna hebben ze er weer gebeld. Ze hebben er lastig gevallen in de privéleven. Ze hebben alle narigheid. Dat zijn waarschijnlijk reporters die dat doen. Want net zoals andere reporters proberen informatie te krijgen. Zullen ze waarschijnlijk haar ook. Een vrouw die uit Scientology is gestapt. Niet bij Karin Spijkdom. Maar die heeft ons verteld dat zij in opdracht van OSA. Dat zij bij Jutta Eckert. 3 dagen lang heeft gaan posten.
posten en opschrijven. Wanneer gaat hij weg? Wanneer komt hij terug? Wat heeft hij mee? In opdracht van OSA. Ja. Daar weet ik niks van. Maar nee? Dus nou, ja, dat zeg ik. Jullie zeggen zoveel dingen die, nee, ook dat die je kan helemaal niet kloppen. Dus we gaan dit ook vertellen. Ook zoveel dingen die helemaal niet kloppen. Zeg nog. Je zegt niet je naam, je weet niet wie je bent, je zegt niet wat voor werk je doet. Maar we zeggen wel waar je heen gaat, YouTube. We zijn wel eerlijk. Ik zei wat voor werk ik deed, toch? Ik heb ook verteld wat voor werk ik doe. Nee, zij zeggen niks. En hij zegt dat hij aan computers werkt, dat kan iedereen zeggen. Nee, ik ben computerprogrammeur. Dat is een C++ programmeur. Maar in ieder geval, een voorbeeld. De DVD Scientology Hate Crime, Anonymous Hate Crime, is uitgedeeld door Scientology in Amerika. Daarin stond een filmpje van een bommelding gemaakt door Anonymous. Het was HD-kwaliteit, terwijl het van YouTube zou komen. YouTube, ik weet niet of je bekend bent, is laag kwaliteit, toch? Volgens mij wel, ik weet niet. Precies. Hoog kwaliteit kan je niet daaruit halen. Toch hadden zij de hoog kwaliteit. Wat interesseert dat? Een flauw idee. Dat zijn de bronnen. Alles wat op YouTube komt, laat kwaliteit. Nee, op die DVD stonden HD-kwaliteiten van een YouTube-film. Lijkt logisch dat het wat op de DVD daar de bron is van wat geüpload is op YouTube, toch? Zou best. En dat was een Scientology-DVD, waar blijkbaar wij hadden zogenaamd een bronmelding gedaan. Maar op de een of andere manier hadden zij de HD-kwaliteit materialen. Beetje raar, toch? Geef toe. Dat is best verdacht. Ik weet ook niet waar je het over hebt, dus... Oké, nog een keer. Op YouTube was een bommelding gemaakt. Een bommelding? Ja, ja. Tegen Scientology, zogenaamd door Anonymous. Oké. Op een DVD die later uitgedeeld werd door de Scientology-kerk in Amsterdam over de misdaden van Anonymous, stond een HD... Ik heb nog nooit een DVD gezien die uitgedeeld is. Nee, dat is alleen in Amerika. Nee, dat is in Amerika. In ieder geval in Amerika hadden ze weer uitgedeeld. Ja. En daar stond HD-kwaliteit beeldmateriaal op van hetzelfde filmpje. Wat ze dus nooit van YouTube hebben kunnen halen. Oké, okay, nou, je vertelt me iets waar ik niks van weet. Dus, nee. Dan gaan we het over iets hebben waar die wel van weet. In jullie nieuwsbrief, die zal ik aanhouden, dus dat heb ik gelezen. Nou, van 99% van de worden wij betaald door de farmaceutische industrie. In Australië is er $50 betaald aan een aantal mensen die. Wat ze dan ook kunnen doen voor dat onderzoeksbureau. Waar is dat bewijs? Waar zijn de bronnen daarvan? Woehoe! Gelukkig dat komt nieuws. Beter. Hey, Travolta schijnt er bijna uit te zijn, hè? Wat? Hij schijnt er al uit te zijn. Vet. Wie? John Travolta. Alleen hij durft me niet naar voren te komen. En Katie Holmes, die wil ook weg. Hij is bang voor zijn confessions dat hij homofiel is. Homofilie is te repareren, toch? Ik weet niet waar je het over hebt, hoor. Homofilie is volgens Julia Rijnvis in ieder geval te repareren, ja. Dan weet een Scientoloog van praat niet waar het over gaat. Maar toch zouden wij er niks van weten. Ja, maar jullie omdat jullie dingen verzinnen, of dingen zeggen... Ja, maar sommige zoals net, je loopt al over dat je niet zou gezegd hebben dat... Jullie hebben sterk een handje van om je woorden in de mond te leggen. Hij zei net dat hij Ik heb het gehoord. Je doet me een beetje denken aan Coat & B. Weet je, die zeiden ook van de ene professor zei tegen de andere professor. En toen zeiden jullie een beetje, hij zei dat ik loog. Jij zei letterlijk, Karin Spijk, dat is het zelfmoord geworden van Europa. Heb je niet goed geluisterd? Wat zei jij dan over? Ik zei dat er in de Daily Telegraph, wat is het voor krant, stond dat mevrouw Spijk... Nee? Dat is niet waar. Je hebt het Daily Telegraph, dat heb ik net aangehouden. Daarvoor heeft niemand dat genoemd. Hij had het over een andere. En hij zegt de Daily Star, dus... In de nieuwsbrief stond deze tijd. In ieder geval, je verhaal begint nu uit elkaar te vallen al. Okay. Dus ik vraag, voel je er zelf makkelijk bij dat je niet? Ik lieg niet. Wat doe je dan? Wat is dat dan? Dat elke keer verdraaien, verwisselen van stand, tegenstrijdig. Kijk, dat is het toch? Nee, met dit cameraatje, straks worden al die stukjes eruit gehaald. Nee, dat niet. Maar deze komt aan één stuk door. Dit is hier belofte. We kunnen hem ook omdraaien.